Dat zelfstandige bestaan, dat heb ik eigenlijk opgepakt op het moment dat ik hier kwam studeren. Ik ben bij de Sociale Academie in Hengelo vormingswerker geworden. Heb eerst in Oldenzaal gewerkt en later in Hengelo in die functie. En na een post-HBO-opleiding, organisatie en management en een leidinggevende functie in het onderwijs, ben ik vervolgens overgestapt naar de kinderopvang. De dynamiek van een sector in opkomst opende voor mij een nieuwe wereld. Ondernemerschap enerzijds en het creëren van maatschappelijke meerwaarde anderzijds waren echt op mijn lijf geschreven. Dat was mijn ding. Zoals gezegd vind ik het een uitdaging en een hele grote eer om hier vanavond voor u te staan en aan te treden als wethouder. En het zal ondanks mijn bestuurlijke kwaliteiten en kennis van de portefeuille niet eenvoudig zijn om mevrouw Timmer te evenaren. Maar ik ga daar natuurlijk wel heel erg mijn best voor doen. Voorzitter, succes bereik je alleen door samen te werken. Samen met de collega's hier op het stadhuis, maar vooral samen met de inwoners, de ondernemers, de organisaties en niet in de laatste plaats de gemeenteraad van Almelo. Ik wil met u op zoek naar nieuwe manieren om elkaar te raadplegen. Vroegtijdige, transparant en graag creatief. Op zoek naar goede initiatieven, oplossingen en vooral draagvlak. Vertrouwen in elkaar optimaliseert het resultaat van onze inspanningen. Daar ben ik van overtuigd. En vertrouwen is als smeerolie. Het zorgt ervoor dat de energie optimaal wordt benut. Die energie van ons allen in de komende tijd, die hebben we met elkaar hard nodig om de pittige opgaven waar we als stad voor staan tot een goed einde te brengen. En ik spreek hier dan ook de hoop en het vertrouwen uit dat wij samen in het belang van de ontwikkeling van onze mooie stad Almelo het kannetje smeerolie gevuld zullen houden. Voorzitter, ik noemde in mijn sollicitatiebrief Herman Vinkers. De brief is naar de fracties gegaan, dus ik ga ervan uit dat u hem misschien gelezen heeft. Ik vind Herman onbetwist onze eigen koning van de woordspelingen en de droge humor. En ik hou gewoon van die man, dus ik zou heel graag willen afsluiten met zijn visie op Almelo. En dan citeer ik uiteraard zijn tekst. Als ik s'morgens vroeg de zon opkomt en de leeuwerik hoog in de lucht het landvolk bezingt, dat vrolijk lachend aan het werk slaat, terwijl de ruisende waterval het dal voedt waarin herderinnetjes in hun kleurige klederdrachten de geurigste kruiden zoeken voor het avondmaal, dan ligt 1200 kilometer verderop de stad Almelo.